De Associatie van Surinaamse Fabrikanten, de ASFA, heeft gisteren een Memorandum of Understanding getekend met de Vereniging van Binnenlandse Houtproducenten, BHP. Volgens Paul Abiting, voorzitter van de stichting, willen de leden van de vereniging toegang krijgen tot zaken die het voor de houtproducenten gemakkelijker maakt om zaken te doen. Wanneer men gaat zeggen ze gaan plannen maken tot het industrieterrein, willen wij deelgenoot zijn van het hout die wij brengen, dat we niet in het binnenland gaan zitten. Ja, en dat gaan ze ons weer brengen om naar Paranam te werken. We willen een mini-industrieterrein op Achomi, eentje op Mungo, Afobaka en het Quinti gebied. Want nu kunnen we even uluk, maar dat zijn de mensen die Paranam more of complete. Dan, de banken moeten ons kunnen helpen met financiering, dan we bouwen de industrie. Dat is een beetje snel, het tempo is ook een beetje hoog, jullie weten het. Suburbanisatie. We willen niet meer in Paramaribo komen wonen, zonder dat we goed voorbereid zijn, omdat er besluiten worden genomen om in industrie dingen hier te doen en mij verplichten om hier te komen wonen. We willen daar blijven waar wij kunnen hengelen en jagen. ASFA-voorzitter Wilgo Bilkerdijk zegt dat de BHP goed heeft uitgepakt en duidelijk heeft aangegeven waarom zij deelgenoot willen zijn van de associatie. Maar het geeft aan de ernst waarmee zij hier tegenaan kijken en dat stemt zeker goed. Omdat we als ASFA, we zijn daar al 43 jaar straks. We hebben ons sporen verdiend en tussen de regels leest u ook wanneer meneer Abiting zegt dat we eigenlijk even met Paramaribo doen. Maar we willen gesprekken gaan zeggen van maar eigenlijk ook wij hebben kleine challenges om te dealen met de overheid. Een belangrijk aspect is wel dat je dus eigenlijk nu dit wat we dus eigenlijk noemen de leverage creator met die alliantie, dat wil je wel hebben om in principe wel een beetje meer druk te kunnen zetten op het beleid. Ik ben toch wel genoodzaakt om toch wel een beetje toe te lichten dat we als organisatie, daar praat ik even over de ASFA, ondanks we daar zo lang zitten en we in alle formele structuur zitten van de overheid, we zitten in de staatsraad, sociaal-economische raad, ASI, Student Business Forum, noem het maar. Overal zitten we in, formeel. Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie juicht de samenwerking tussen de ASFA en de BHP toe en noemt het een historisch moment.